een tijd gerezen. Eindelijk zie ik hier koning... die ook thuis is, want... ja, het is heel erg vreemd. Als hij er niet zou zijn, maar hij heeft dus een plan. Het is 2 dagen geleden dus. Zijn kennis geweest. Nu doen, naar die coördinaten. Gevaarlijk, echt, die man weet niet wat hij wil. Koning... ja, ja, ik ben hier. Ik ben hier. Hallo. K, kom hier dus. U had me uitgenodigd. We hadden samen een plan verzonnen naar Kendos toe te gaan. Naar Kendos? Weer? Kendos. Naar Odus. Naar Odus was het ook weer. Ja, bij Kendos hadden we het boek gevonden. Ja. En ik heb trouwens geen eten bij me. Heeft u toevallig eten liggen? Ik heb alleen deze appels. Zo, alsjeblieft. Hertog, komt u ook? Ja. Mee? Oh, hier is Hertog, oké. Tuurlijk. Hallo, koning Joren. Ik heb dit laboratorium laatst gebouwd om de deadbushes te onderzoeken. En nog wat te experimenteren met bepaalde potions. Ja, laat mij heel even mijn armor pakken. Ja, is goed. Als u al een beetje op weg bent, de standaard potions. Dat is wel handig. Heeft u uw gear al trouwens, Hertog? Of gingen jullie die heb ik net gepakt. Oké. Nou, weet jullie heel zeker dat jullie naar Rodes willen? Ja, dat weten we heel zeker. Heel zeker. Okay. Ja, dat weten we heel zeker. Heeft u staat voor niks in het boek, hè? Heeft u dat boek ook nog? Dat heb ik. Dat heeft mijn hertog. Mag ik hem heel even weer kijken, want dan weet ik waar hem precies. Ja, ik weet het. Dit is onder hun stambeeld. Hun trots. Niet echt helemaal hun trots, maar in ieder geval iets wat, als je dat aanvalt, echt opmaakt of zo, worden ze boos. Zo. Oh. Oké. Okay. Dus we moeten wel uitkijken. Maar hoezo weten jullie zeker dat jullie daarheen willen of zo? Nou, een spion van Kingdom Victoria is naartoe gegaan en ze zouden vandaag ergens naartoe gaan. Dus waarschijnlijk is het Kingdom niet helemaal verlaten. Nee. Hopelijk is hij spion. Wie is die spion? Of weet u zijn naam niet? Hij noemt zichzelf spion, maar weet zijn naam niet echt. Ja. Hopelijk is hij betrouwbaar. U wil dus naar Rome. Ja, waarschijnlijk is hij wel betrouwbaar. Gaat u maar voorop dan, koning Thomas en hertog Sam. De plek in Kingdom is trouwens al wel mooi opgebouwd. Ja, ik zag het al. Ja. Kunnen u nog heel even kort een rondleiding geven? Dat kunnen we nog wel doen. Als je kan zien, zijn alle paden zijn weer helemaal gebouwd. Huizen zijn bijgebouwd. De muur is helemaal opgebouwd. We hebben een uitkijktoren gemaakt voor vijanden. Ja, een uitkijktoren hier. En hier is de padenstal, maar we moeten nog eens een keertje paden gaan zoeken. Ja, misschien is dat iets voor de volgende dag. Dat gaan we niet meer doen. Onze farms die zijn ook al helemaal weer in volle bloei. Ze zijn bijna klaar om te oogsten, zoals je ziet. En hier wordt mijn huis gebouwd. Ja, mijn huis heeft hij al gezien, koning. Ja, dat had ik ook. En we hebben onze laatste oogsten hebben ook opgeslagen in bepaalde huizen. Dus... ja, dat zag ik. Nou, dit is het huis. Hij is nog voor de helft klaar. Er moet nog een verdieping opkomen. En hier heeft hij... En hier heeft hij een uitgang voor buiten de muren. Ja, en hier is mijn zwembad en hier is dan de troon. De troon, ja. Oh, uw troon? Ja. Oh. Het ziet er trouwens wel heel edelijk uit, koning. Trouwens, heel even... ja, dit heeft ons gevoeld. Heel even... Ja, niks. Niks aan de hand. Oké. Wat is dat? Het klinkt alsof de edelsmid bezig is ofzo. Ja, de edelsmid is volgens mij bezig. Ja, moet je maar niet opletten. Oké, we gaan wel nu naar de auto's. Ik hoor dat soms ook bij mij, de smid en zo, hoor je dat. En uw kerkklok, werkt die ook al? Of? Ja, die werkt ook al. Zou het ook kunnen zijn. Nou, hoe kan ik deze deur dicht krijgen? Ja, laat hem anders maar openstaan. Maakt niet heel veel uit. Soms die vermoeden we later wel. Anders naar binnen komen.
Heeft hij trouwens genoeg kijk die man niet aan. Hij vindt het niet zo lekker als u hem aankijkt. Nee, dat zijn rare monsters hier overal. Wat bent u? Ah. Die in de middeleeuwen rondlopen. Hoe wilt u eigenlijk de muren binnenkomen? Met de, wilt u de muur... Ik weet ongeveer wel... Ja, dit is dichtgemaakt, hè? Ja, dit is afgezet. Ik denk dat we wel over deze muur heen kunnen. Deze man is niet zo blij. Oké, nou laten we eromheen bouwen of zouden we er... Ik denk dat we eromheen moeten lopen. Ja, of we kunnen overheen bouwen. Oh, in één keer een spin. Dit is waar. Ik weet misschien wel iets. Ik denk dat ze om moeten lopen. Ik heb wel blokken voor u. Nee, maar wat nou als ze hier letterlijk kunnen kijken? Hè? Want ze kunnen weten door de poort, lijkt mij. Laten we maar gewoon door de poort. Als ze dit merken, dan weten ze meteen dat we... zijn als er mensen wachten omheen lopen. En als we ze nu tegenkomen, kunnen ze meteen uitschakelen. Dus... Oké, wees alvast bereid, mochten ze nog er zijn. Je weet het maar nooit. Nee, ik hoop dat uw spion betrouwbaar is. Pas op trouwens voor de bosje. Ja, die bosjes die... Ik ben ermee bezig in mijn laboratorium om ze te bestuderen. Alleen, het lijkt alsof ze gewoon nooit geleefd hebben. Ze waren geplant en ze zijn nooit geleefd op een of andere manier. Er zit geen kennis in, er zit helemaal niks in. Ze zijn gewoon dood. Dat is vreemd. Daar komen we dan al helemaal maar niet aan, want als het al dood was wanneer het groeide, dat is op geplant werden. Het zou heel vreemd zijn. Dus ja, ik moet trouwens nog steeds mijn bloed weghalen. Kom ik net achter. Ja. Nou, ik zeg... Het is nu al nacht, want het is nog zo'n lange heenweg geweest. Ja, het is best wel ver naar boven. Dus. Ja. Grenspalen. Ik kwam trouwens ook al iemand een skelet tegen met ijzeren armor. Dus het lijkt mij dat hun ook... Ja, die monsters... Dus die worden steeds sterker, en het worden ook steeds meer, heb ik het gevoel. Wat een boel monsters. Ah! Shit. Wat heb ik hier nou weer? Ik heb net een skelet gevonden die op een spin reed. Dat kreeg maar na. Oké, ze worden slimmer. Ja, ze worden op de dag slimmer. Volg mij maar. Shit. Okay. Overal dead bushes hier. Dit? Spuit zich echt razendsnel bij uw kinderen. Echt raar, want ze zijn gewoon dood. Kijkt u achter u, een heks. Oh, het is zwarte magie. Die gebruikt zwarte magie. Maar die heksen kunnen wel tegen de bosjes. Ja, maar die gebruikt zwarte magie. Oké, we staan bij de poort, jongens. Dus weet u zeker dat u dit wil doen? Ja, ik weet het zeker. Ik heb een pickaxe mee. Als het goed is dat een standbeeld? Wat? Hey, go. Koning Thomas, ik hoop dat die spion goed is, dat hij het gelijk had, dat hij zich niet vergist had met gisteren of zo. Ik weet het bijna zeker. Oh, een zombie. Ik hou ze wel bezig. Zijn we inderdaad... Die mondjes uit de nacht zijn echt gewoon bij elk kingdom. Klopt. Volgens mij is dat hier ergens, toch? Het moet wel. Oké, hak het. Oh, heeft hij de kist gevonden? Nee, ik weet niet wat dit is. Oh, pas op. Oké, het is heel erg sterk steen. Het is hier een beetje te stil. Krijg ik dit wel echt te stil? Volgens mij zie ik wel... Oh ja, ik zie een kist. Waar? Wow. Pak hem. Pak hem. Kijk, doe maar. Ga van mij dit bekijken. Ja, er zit heel veel spinnenweb in. Ik zag ook een boek. Draai je om. Pak hem de andere. Hoe heet draai je om? Heeft het iets te betekenen of zo? Wacht, draaien om? Draaien om staat erop. Wacht, wat? Oké. Okay. Thomas? Zoeken jullie dit boek? Wij zoeken dat boek, ja. Ik denk dat de spion toch niet zo betrouwbaar was. Nee, ik denk dat die spion verrader is. Ik wil alleen Thomas. Onze enige weg naar buiten is via die... Dat is toch gelijk. Ja, wie bent u? Oh, ik ben koning van Ryodis. En wie is die persoon naast u? Een hertog. Degene die jullie vervolgd is naar Kendos. Oh, was hij... Ik had al zo'n gevoel dat ik de hele tijd werd bekeken van achteren, maar... Serieus? Ja. Dus hij was dat dus. Ja. We dachten dat hij vandaag niet in een kingdom zou zijn. Ik heb gevonden met coördinaten onder mijn standbeeld. En heeft u mijn kingdom kapot gemaakt? Ja, ik ken mijn vader, ja.
Oké, nu we dit weten, dit gaat niet goed komen. Thomas? Volle verantwoording hiervoor. Ja. Vechten, kom op jongens, kom op. Mijn kingdom vernietigen, al mijn mensen vermoorden, dit kan gewoon niet. Kom hier. Ik volgens mij gaan we dit verliezen zo. I don't know. Weg. Ze zijn nog te sterk. Ze hebben helemaal niets te zoeken. Waarom? Shit, zijn er lava. Ik heb helemaal niets te zoeken. Ze zijn te sterk. Ze zijn te sterk. Weg. Vlucht. Vluchten. Jij ook niet, Joren. Weg. Auw. En ren. Oké. Dan kijk ik weg op mij, deze kant op. Ja, we volgen je. Uw kinderen. Oké. Weer, het is niet weer gestort. Je moet erin. Ze komen achter ons aan. Rennen. Kunnen ze niet. Dan kan ik, heb ik al allemaal verdedigingsmechanismen shit. Dus. Ik heb gegaan. Ik denk dat hij gewoon een verdraad was, de spier op ons. Dus maar zie ik nog. Rennen. Even rennen. Hey, ze komen achter ons aan. Snel duw je poort open. Oh shit, hak het gewoon kapot. Hak het door de midden. Alles. Ik hou ze bezig. Ja, ik ook. Hey, kom. Hey, go. Ja, deur dicht. Oh, en ze kunnen naar binnen. Dat was echt, dat was te close. Dit lang is over het kingdom, hoor je me? Niet lang. Vangen. Oké, dat houdt ze wel voor bezig. Ja. Snel naar binnen. Dat ging best wel fout. Ja, dat ging heel erg fout. Volgende keer moeten we met een grotere strijdmacht komen. Ja, nou, ik heb op het moment geen wachters. Die zijn weg. Ja, en ons kingdom is nu. En wij zijn nog helemaal aan het opbouwen. Dus ja, we zijn ook niet echt zo superkrachtig. We hebben nog geen leger. Maar ik ga sowieso wraak nemen wat de Odin ons heeft aangedaan. Maar dat kan gewoon niet. Maar ze hebben al onze mensen vermoord. Ze hebben heel Kingdom Victoria kapot gemaakt. We gaan wraak nemen, sowieso. Als ik geen man was met een ziel, was ik al lang naar binnen geslipt en had ik hem al lang vermoord. Als ik het had geweten dan. Ah, vind ja, ze waren gewoon koning Jorgen. Koning Jorgen, zullen wij dan gaan samenwerken tegen Raodus? Ja, in het geval, we hadden al een bondgenootschap, maar. We gaan onze krachten gaan bundelen om hun daad te vernietigen gewoon. Ik bedoel, een hele kingdom moet plat worden gebrand gewoon. Hetzelfde manier. Ja. Maar misschien, koning Thomas, als ik mag wat voorstellen. Als we uit te breiden, als we hun ooit willen verslaan en misschien ook verplaatsen. Want dan weten we zeker dat het moeilijker voor hun wordt om ons aan te vallen. Vooral nu. Okay, ja, dat lijkt me een goed plan, Red of Sam. Ja. Nou, wij gaan weer terug naar ons eigen kingdom, denk ik. Ik denk dat die Raodus wel weg is. Wacht, koning. Wacht, ik kijk voor u. Ik kijk wel voor u. Ik ga wel voor. Ik loop even mee, want ik moet even helpen. Ja, ik had het even heel erg. Dit gaat heel lastig worden. Cool effect. Er is hier een beetje lava. Ja, je moet hier een beetje doorheen proberen te springen. Oké, we hebben tenminste onze gouden appels die ons healen. Ik ben erdoor. En we zijn er doorheen. Oké. Ik denk dat als we terug zijn dat ik in het laboratorium ga kijken nog naar die dev pushes, want ik snap het nog steeds niet. Ja, ik sta een beetje in de fik. Misschien kunnen we zelfs later die dev pushes tegen hun gaan gebruiken. Als ik weet wat het doet. Oh, wacht, ik heb misschien wel een idee, maar daar heb ik wel voor wat zombievlees nodig. Heeft een van jullie wat verrot vlees of zo? Ja, ik heb 3 rotte vlees. Ik heb alles om momenteel. Misschien kan ik het daar ergens mee vergelijken. Ik heb misschien een idee, maar dat vergt tijd om het uit te vinden. Ik help u wel even naar de kingdom toe, want wie weet staan ze op u te wachten hier ergens. Of op in uw eigen kingdom te wachten, dat moeten we niet hebben. Ja. En dan bent u toch even wat sterker als u een persoon meer heeft. We waren heel erg sterk. Nu snap ik ook waarom wij toen hebben verloren. Het is echt een sterk kingdom. Ja. Maar wij hoorden de machtigste. Ja, ik hoorde informatie. Speciale krachten of zo. Maar. Ik heb geprobeerd los te krijgen de laatste keer dat ik er was.
Dus... Ja, ik heb wel al deels van het verhaal gehoord. Maar... Ja, het wordt lastig. U had het ook over een secret helper. Ik hoop dat... dat hij u kan helpen. Met Raoders. En... Ja, hopelijk überhaupt dat u geen last van Raoders gaat krijgen de laatste dagen. Misschien komt hij binnenkort weer de secret helper. Ik hoop het. Ik weet ook nog niet wie het is. Nou, ik ben de enige tot nu toe, volgens mij in de hele Middle Ages, die hem heeft ontmoet. Ja, misschien als ik hem ooit eens zie, dat ik weet wie het is. Want ik weet dat er sommige mensen zijn met speciale krachten. En ik weet wie allemaal er is en hoe komen we hier binnen. Heeft hij de sleutel? Ik kan hem niet vinden. Nou, anders kun je deze deur wel even openbreken, denk ik. Ik heb een pickaxe. Zo. Die plaatsen straks alweer terug. Wat is dit trouwens? Oh. Dit. Ja. Dat is een soort van mechanisme dat we hebben ontdekt. Ja. Maar had dus al wat uitgezocht, maar u had al niks over die dead bushes gezien. Nou, ik kwam net misschien even op een idee. Ik weet niet, ik kan het laten zien als u dat wil. Hopelijk dat het niet zo'n ontploffing gaat maken of zo. Nee, geen ontploffingen. Ik had zo'n idee. Dit is rotte vlees van een zombie. Kijk eens goed naar de textures. Ik vind het er goed op lijken, maar als het mijn theorie klopt, dan heeft het misschien een link. Het is allebei dood. Het is allebei dood, maar net als het vlees. Maar, wacht eens even. Daar is maar één manier om het uit te vinden. We hebben een proefkonijn nodig, die niet bang is om dood te gaan. Ja, wij zijn allebei koningen. Je bent hier het laatste in de rang. Oh, dank u. Of we moeten proberen te zorgen iemand van Raoders gevangen te nemen en hem te voeren. Ja, dat zou... Ik wil zelf eigenlijk nog niet dood. Maar als mijn theorieën kloppen, dan kan het misschien zijn dat die deathbushes iets te maken hebben met de laatste zombie-uitbraken en monster-uitbraken in het kingdom. Dus ik bewaar dat deze dingen. Dat zou best wel goed kunnen. Dus ja. ik ga dit bewaren hier in deze kist. Totdat we... Oké, koning Joren, dank u wel dat u bent gekomen. En ik zie u wel een andere keer weer. Blijf voorzichtig met Raoders. Ik hoop dat de Secret Helper u nog komt helpen. Ja, misschien komen. Nog lukt. Ja, ik hoop het ook. Kan ik hier over de muur heen? Of? Ja, dat kan. Ja, mag. Tot volgende keer. Ja, tot volgende keer.